Hallo, mijn ben. Zo. Ik ben geen heerlijk, jongens. Ik ben moe, sorry. Mijn haar zit er ook. Nou, het zit nooit te slaan, maar ook. Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag heb ik voor jullie een top 5. Weer een top 5, jongens. Wacht, ik heb eigenlijk niet zo heel veel top 5's. Nou ja, in ieder geval, vandaag. Binnenkort is het natuurlijk al kerst. Nou, binnenkort. Het duurt nog wel een maandje, denk ik, of zo. Zoiets. Weet ik veel. In ieder geval, kerst komt eraan. En het komt met de dag dichterbij. En voordat je het weet is het al kerst. En is het zelfs al kerst geweest. En is het alweer volgend jaar kerst. Laten we maar niet te ver gaan. In ieder geval, hier heb ik voor jullie de top 5 Harry Potter of Fantastic Beasts. Beide een beetje hetzelfde gedoe. De top 5 spullen, gewoon kerstcadeautjes van Harry Potter / Fantastic Beasts. Dus ik heb voor jullie een top 5 ervan. Ik heb ook een paar honorable mentions om mee te beginnen in ieder geval. Laten we daar als eerste over gaan. Voordat ik dus echt de originele top 5 ga doen, heb ik eigenlijk de eerste die dingetjes. Twee waarvan eigenlijk wel logisch is. En de andere is gewoon puur omdat het niet zoveel meer verkocht wordt. Wat bij mij natuurlijk bij mijn eerste komt, is de Lego. Lego Harry Potter is natuurlijk gewoon top als je iets van Harry Potter, als je wat kleiner bent en je wilt gewoon iets van Harry Potter hebben waarmee je kan spelen of zo, waarmee je het leuk kan hebben gewoon in je kamer of met vrienden zelfs, dan is Lego natuurlijk top en je kan gewoon lekker bouwen en je kan er uiteindelijk mee spelen, wat gewoon leuk is natuurlijk voor kinderen. Ik speelde al jaren niet meer mee, maar dat terzijde. In ieder geval, je kan natuurlijk allerlei soorten Lego van Harry Potter. Er zijn aardig wat sets. Maar tegenwoordig is het best moeilijk om Lego sets van Harry Potter te krijgen. Omdat het best oude Lego sets zijn. Voorlopig komt er denk ik niet veel nieuws. Maar het nieuwste wat er tegenwoordig is uitgekomen is van Lego Fantastic Beasts. En er zijn volgens mij ook al 2 of 3 sets van Lego Harry Potter. Die laatst ook zijn uitgekomen. Die best wel nieuw zijn. En een van die sets heb ik. En die heb ik ook een video van staan. En dat is van de Lego Dimension set. Deze kan je vinden. En dan krijgen ze zowel een character. Als een soort van figuurtje. Als een soort van hun machine om te vechten. Een beetje een hulpmodus of zoiets. Ik speel de game zelf persoonlijk niet. Ik was er niet heel erg geïnteresseerd in. Ook al ben ik een pittig grote fan van Lego, zoals jullie daarboven kunnen zien. Ik heb enorm veel Lego. Ik heb deze dan van Fantastic Beasts. Je hebt ook nog een andere set van Fantastic Beasts. En die komt met Newt Scamander en met de Niffler. Voor de rest, alleen meestal de characters kun je wel makkelijk al bouwen. Die kan je makkelijk vanaf het begin al bouwen. Die zijn niet zo heel moeilijk. Dat bestaat maar uit 3 deeltjes. En dat is alles eigenlijk. 3 of 4 stukjes. Maar het gaat om het beest, de machine of zo die ernaast zit. Die kan je alleen maar soort van bouwen wanneer je de game speelt. Er zijn een aantal video's, in ieder geval online. Als je deze set opzoekt, online op YouTube, krijg je waarschijnlijk al een video te zien hoe je deze moet bouwen. Zo heb ik hem ook gebouwd. Ik heb voor de rest geen video ervan, maar er staat wel een linkje in die video's in beschrijving. Naar een video waar je dit dus kan bouwen. Volgens mij, als het goed is. En anders kan je het gewoon opzoeken. Ik zal hier vast een beetje laten zien. Wat, zo kun je misschien zien. En dan kunnen jullie zelf dus die dingen ook bouwen. Maar de Lego sets van Harry Potter zijn ondertussen best wel oud. Puur omdat Harry Potter al natuurlijk sinds 2011 al klaar is. En ja, daardoor is het niet heel veel meer natuurlijk gebouwd. Ik denk dat een van de laatste sets wel was. Dat was met de Hogwarts Castle die ik heb. Dat is ondertussen niet heel veel. Natuurlijk, de nummer 2 honorable mention is de films natuurlijk. Als je de Harry Potter series gaat kijken, als je een Harry Potter collector wil zijn, net zoals dat ik ben, moet je wel eerst de films hebben gezien, kom op. Dat is nummer 1 van je collectie die je moet hebben. Je moet gewoon alle films hebben. Zowel Harry Potter als Fantastic Beasts vind ik eigenlijk. Want Fantastic Beasts is gewoon, hoort erbij. Het is ook in het verhaal feitelijk. Het is alleen verder van tevoren. Dit is gewoon je nummer 1 van de collectie eigenlijk. Nou, eigenlijk nummer 2. Want ja, er staat wel iets boven. Iets wat eerder was dan deze films. Natuurlijk.
En dat zijn de boeken natuurlijk. Alle 9 boeken moet je wel ook hebben. 8 boeken bedoel ik. Ik zit helemaal in de films. Er zijn juist namelijk 9 films. Nee, er zijn 8 films. En oh, ik raak helemaal in de war hiervan. Doordat ze 2 delen ervan hebben gemaakt van The Deathly Hallows. De boeken moet je natuurlijk hebben. Je moet alle 8 boeken hebben. En ja. Je kan natuurlijk ook nog de Fantastic Beasts boek halen. Je kan ook nog Critters Through the Ages halen. En Tales of Beedle the Bard kan je ook nog kopen. Die ik ook allemaal heb. Maar dat hoeft niet per se. Die hebben, dat zijn de lesboeken. Je kan natuurlijk nu ook het boek van de Fantastic Beasts film kopen. Die heb ik hier ook liggen. Natuurlijk. Even kijken of ik hem kan pakken, jongens. Dat is natuurlijk dit boek. Die kan je ook natuurlijk pakken. Dit wordt heel zwaar. Maar natuurlijk kan je die ogen. Is dit je nummer 1 eigenlijk? De boeken zijn voor de films gemaakt. En de boeken vertellen het originele verhaal. Wat gewoon in de film moet gebeuren. Wat er in de film allemaal gebeurt. Er zijn een paar extra dingetjes. Er zijn dingen die gewoon nooit zijn gebeurd. Dus. En sommige dingen zijn er gewoon helemaal niet in toegevoegd. Wat gewoon jammer is. Maar ja, je moet eerst de boeken hebben gelezen. Gewoon beginnen bij het begin. En dat is natuurlijk Harry Potter en de Stenen Wijzen. En dan zo naar de Geheime Kamer. Zo naar de Gevangenen van Azkaban. Dan weer naar de Vuurbeker. Zo naar de Orde van de Fenix. Zo naar de Halfbloed Prins. Zo naar de Deathly Hallows. Oftewel de Relieken van de Dood. Als je het in het Nederlands wil zeggen. Ik vind dat zo stom klinken. Ik vind Deathly Hallows cooler klinken. Maar in ieder geval, toch naar de Relieken van de Dood. En dan naar het Vervloekte Kind natuurlijk. Ik ga deze even neerzetten, want ze zijn zwaar. En natuurlijk moet je ook Fantastic Beasts lezen. Als je de Fantastic Beasts spullen gaat halen. Maar dat zijn in ieder geval de honorable mentions. Wat gewoon je nummer 1 ding is. Maar laten we nu naar de top 5 gaan. Wat ik persoonlijk eigenlijk wel een beetje. Ja, hoe ik het een beetje zie. Goed, op nummer 1 staat. Natuurlijk. Wow. Op nummer 1 staat. T-shirts natuurlijk. Van Harry Potter of Fantastic Beasts. Ik heb van Fantastic Beasts toen de film uitkwam. Ik heb hem daarvoor besteld. Ik heb hem gedragen met de film. De hele film aangedragen. En ja. Gewoon een topshirt is dit natuurlijk. Een shirt. Gewoon kleding krijgen voor kerst is al gewoon altijd top. Gratis kleding. Kom op. Hoef je zelf niet naar de winkel. Vind ik heel chill iedereen wel. Want ik haat namelijk de stad. Maar dat is gewoon persoonlijk. Maar in ieder geval. Shirts zijn altijd leuk om te hebben van Harry Potter. Of andere kledingstukken van Harry Potter. Het zijn allemaal tof. Dat is gewoon een van je nummer 1 dingetjes gewoon om te hebben. Het is gewoon hartstikke leuk om te hebben, om te dragen. En whatever je nog mee wilt doen. Op nummer 2 staat Funko Pops natuurlijk. Funko Pops zijn pittig populair natuurlijk. Behoorlijk populair. En je hebt ze natuurlijk ook van Harry Potter en van Fantastic Beasts. Ik heb er persoonlijk 3. Je kan ze in deze versie krijgen. Maar je kan ze ook in de kleinere versie krijgen. Die wat goedkoper zijn volgens mij. Denk ik. I don't know. Zoiets. In ieder geval, dat is hartstikke top. Ik heb Hagrid en Perkamentus. En ik heb dan een kleine Harry. Ik heb de oudere Perkamentus. De officiële dode Perkamentus. En ik heb Hagrid dan. Natuurlijk staan van beide. Alles staat hier een video van. En die komen in deze dozen. Dit is de doos van Perkamentus. Doos van Hagrid. Jullie kunnen zo het wel het verschil zien. Qua grootte. En dit is die van de kleine Funko Pop natuurlijk. In dit soort dozen komen ze. Ze zijn best wel goedkoop nog. En ze zijn gewoon hartstikke leuk om te hebben natuurlijk. Dus ze zijn een hartstikke leuk kerstcadeautje om te krijgen. Goed, op nummer 3 staat Wands. Nou, dit zijn een wat duurdere cadeau. Het ligt eraan van wat voor bedrijf. Als je ze van de Noble Collection koopt, zoals ik doe, dat ze van de Noble Collection zijn. En dan zijn ze wat meer. Dan zijn ze wat sterker, ze zijn meer gedetailed. En ze zijn wat beter gemaakt voor als ze in de film eruit zagen. En ja, natuurlijk zijn stokken gewoon awesome om te hebben. Dat is het wapen wat ze natuurlijk gebruiken. Deze van Harry Potter natuurlijk. En. Ja, ze zijn hartstikke leuk om te hebben, maar ze zijn best duur. Je kan ze ook heel goedkoop vinden, maar dan zijn ze meestal wel van minder goede kwaliteit. Wat ervoor zorgt dat als je hem al een klein tikje geeft, dat hij al breekt. Er is dan een hele grote kans dat hij snel breekt. En ja, de goedkoopste die ik altijd koop zijn rond de 30 euro. Sorry dat ik even zo op en neer hups. En die komen in dit soort dozen.
Ja, die dozen maken het ook best duur. En de ones zichzelf maken ze natuurlijk ook nog best wel duur. Het is best wel een duur kerstcadeau. Nou, het ligt eraan wat mensen duur vinden tegenwoordig. Ik vind het best een duur kerstcadeautje persoonlijk. Ik doe nooit echt heel veel groots met kerst. Mij maakt het niet eens uit wat ik voor kerst krijg. Mij maakt het echt niet uit zolang ik maar met mijn familie ben. En ik gewoon kan lachen met mijn familie. Dat is voor mij het belangrijkste, familie. Familie is gewoon met kerst. Voor kerst is dat voor mij dat het belangrijkste. En mij gaat het echt niet om die domme cadeaus. Ook al is het het meest stomme cadeau. Ik vind het wel grappig, maar ik hoef niet per se een cadeau om het leuk te hebben met kerst. Maar dat is dus een van de dingetjes. Een wand, gewoon een stok om te krijgen. En je kan natuurlijk ook zelf gewoon eentje maken en helemaal kleuren en alles. En die kan je zelfs geven aan iemand of gewoon krijgen van iemand. Wat hartstikke tof natuurlijk is. Goed, op nummer 4 is posters. Posters zijn er ook zoveel en je kan ze makkelijk vinden. Zeker van Fantastic Beasts natuurlijk deze tijd. Ik heb deze grote poster van de... Zo, dat was een boer. De map van Newt's Commander. En ik heb nog meer posters natuurlijk. Ik heb nog twee posters volgens mij van Harry Potter. Eentje van de Deathly Hallows Part 1 en van de Quidditch dingetje. En deze van Newt's Commander's map. En wat gewoon hartstikke leuk is om op te hangen in je kamer en naar te kijken wat ja, gewoon hartstikke gaaf is. Je kan gewoon naar kijken en het ziet er gewoon gaaf uit. Je moet het maar gewoon hebben en dan weet je hoe ik me voel. Ja. Goed, en op nummer 5 is een kleine collectible. Je hebt zoveel grote, dure collectibles die zwaar gedetailed zijn, zoals ik ze heb, zoals de gruzielementen en zo. Maar je hebt ook gewoon goedkope, leuke, grappige collectibles. Zoals een video die zelfs online komt binnenkort, is natuurlijk de light-up keychain van de Poison. Dingetje die je kan oplichten. Het is een keychain, dus je kan hem aan je sleutelpolsen ophangen, maar je kan hem ook gewoon zoals mij als display gebruiken. En dat is gewoon gaaf om te doen, dat die oplicht. En dit is een heel goedkoop dingetje, is maar 7,50. Ik heb hem van Heroic Tales. Trouwens, Heroic Tales is aangeraden om is voor mij het hoogst aangeraden site om naartoe te gaan. Je kan met als je product koopt, kan je geld opsparen. Kan je punten opsparen, bedoel ik. En daarmee, als je een nieuw product koopt, kan je die punten daarmee gebruiken. En dan kan je product goedkoper maken. En als je deze product iets duur vindt, dat kan best. Kan altijd. Dan kan je hem zelfs nog goedkoper maken dan die al is. En dat is gewoon het toffe van de Heroic Tales. En sowieso de bedragen die ze al aangeven voor een product is gewoon een goed bedrag. Dus dat. Maar je kan natuurlijk ook zoiets simpels als magneten, zoals deze. Met Harry Potter, alle huizenregels en dat soort dingen. Gringotts, 9¾, de Quidditch en alles, Hogwarts. Of spelkaarten zelfs. Ja, jongens, er bestaan zelfs spelkaarten. Ik heb ze uit Zweden, toen ik daar was. Maar ja, en zo heb je al deze toffe kaarten. Ja, ik zal ze wel even uitlaten en laten zien. Dus heb je al deze toffe kaarten met de huisregels en de huizen en zo. En de jokers zijn de Zwijnstein plaatjes. Hartstikke tof. En dat is gewoon ook een leuk collectible om te hebben. En natuurlijk kan je dan kaarten met je vrienden of familie en dat soort dingen. Wat gewoon leuk is om te doen. Dus dat is eigenlijk mijn top 5 voor nu. Collectibles zijn ook hartstikke leuk dus. Dat is mijn top 5. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Oh ja, trouwens ook alle producten die jullie in hebben gezien is allemaal zo goed als allemaal bijna wel van een Heroic Tales. Behalve die kaarten en die magneten en de poster. De rest is allemaal van een Heroic Tales. Behalve de DVD's en boeken dan. Maar de rest is allemaal van een Heroic Tales. Heroic Tales wordt zeker aangeraden. Linkje staat in de beschrijving naar die site. Net zoals alle andere sites waar ik Harry Potter spullen heb gehaald of heel af en toe nog aan, maar ik haal vooral alles bij Heroic Tales. Gewoon, dat is de beste site om naartoe te gaan. Linkje in de beschrijving. En ja, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie misschien wat ideeën misschien gekregen voor een Harry Potter vriend of vriendin of zo. En ja, ik zie jullie gewoon weer later.